Deze productie is mogelijk gemaakt door de Filmmakelaar. Nou, mijn naam is Erik van der Velde van de Filmmakelaar. Kan u mij vertellen hoe u heet? Suzanne Brakman. En wat doet u in het dagelijks leven, Suzanne? Ik ben advocaat op het gebied van aanbestedingsrecht in Rotterdam. En nou zijn we hier op het MKB Rotterdam Rijnmond Ledenfestival. Wat was uw bijdrage vandaag hier? Ik heb geconsumeerd. Ik ben bij workshops geweest en ik heb ontzettend veel mensen ontmoet. Nou, heb ik me laten vertellen, u bent bestuurslid of wat doet u bij MKB Rotterdam Rijnmond? Ik ben voorzitter van de commissie Inkoop en Aanbesteden. En van daaruit leg ik contact met de gemeente Rotterdam om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk opdrachten van de gemeente Rotterdam terechtkomen bij Rotterdamse ondernemers. Nou hoor ik wel eens als ik ondernemers spreek dat ze dan praten over ja, het is zo groots opgezet en heel veel mensen enzovoort enzovoort. Maar wat zou dan toch een reden kunnen zijn om lid te worden van deze fantastische club? MKB Rotterdam Rijnmond is natuurlijk groot. Hè. We hebben, 900 leden, misschien wel 1000. Vandaag waren er ongeveer 200, dat is ook nog wel veel. Maar er zijn ook bijeenkomsten met 20, 30, 40 man, dus heel overzichtelijk. Dus je kunt het, als je niet happy voelt in een grote groep, nou, dan ga je naar een kleinere bijeenkomst. Nou, heb ik zelf de ervaring dat toen ik zelf startte als ondernemer, toen ben ik vrij snel lid geworden van deze vereniging. Dat grote had ik in het begin ook, maar op een gegeven moment merkte ik ook van ja, ik ga steeds meer mensen leren kennen en dan valt het alleen maar mee. Ja, maar dat is ook zo. Ja, als je nu rondkijkt, er zijn misschien 200 man en je zult ze niet alle 200 kennen, maar nou, misschien kom je een heel eind. Maar je gaat steeds meer bekende gezichten zien, bekende mensen zien. Vooral ook omdat heel veel leden een bepaalde rol hebben, soms als bestuurslid, soms als partner, co-partner, ambassadeur. Leden zijn zichtbaar en dat maakt het leuk. Het is makkelijk om elkaar te leren kennen. Ja. Zou u zelf nog een tip willen geven aan mensen die nog geen lid zijn en waarom dat ze lid zouden moeten worden? Wat zou mijn tip zijn om lid te worden? Als je Rotterdamse ondernemers wil ontmoeten, die soms alleen maar lokaal werken, soms nationaal, soms internationaal, op kleine schaal, op grote schaal, maar wel mouwen opstropen, want dat is het. We zijn wel Rotterdammers. Dan moet je gewoon lid worden. En voor het bedrag hoef je het al helemaal niet te laten? Voor het bedrag hoef je het niet te laten. Het kost zeker geen 1000 euro zoals bij andere netwerkclubs. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens precies weet wat het kost. Dat is een euro per dag, zeg ik altijd. Een euro per dag, nou. Hartstikke bedankt voor dit gesprek. Dankjewel. Deze productie is mogelijk gemaakt door de Filmmakelaar.